Trainer Henk de Jong, weer heerlijk bij Villa Heidebad hier in Epe. Hoe is het tot dusver? Ja, dit is altijd goed hier. Alleen de kachel staat wat aan in Nederland. Het is heel warm, hè, maar daar houden we gewoon rekening mee. Want je moet ze niet kapot draaien, want daar hebben we niks aan. We moeten vrijdag weer spelen en over 2 weken is competitie. Maar we kunnen veel doen. Gisteravond hebben we toch nog, hè, omdat de temperatuur de zon was achter de bomen, omdat we zo laat trainen. Ja, konden we toch nog vrij veel doen, ook in een stukje kracht. En ja, vanmorgen hebben we echt zwaar getraind. En vanmiddag kan je dan wat rust nemen. En dan pakken we later vandaag weer op. En morgen 2 keer. Nou, dan vrijdag de wedstrijd en dan gaan we naar de open dag. En hoe gaat het met jou? Met mij? Ja, dat gaat goed. Ja, dat is best... Ik laat dan wat dingetjes over. Hè. Bijvoorbeeld de pers na wedstrijden. Maar daar hoeft niemand over in te zitten, want dat doe ik met opzet. Ik voel me gewoon hartstikke goed. He, alleen, ik moet even opbouwen. Ik heb een half jaar haast niks gedaan. En dan komt het in één keer, gaat weer naar 150%. En want ik doe niks zomaar even. Dat moet altijd goed. Dus dat leg ik mezelf ook op. Alleen, dan moet ik even een beetje opbouwen. Dus dan laat ik wel eens even dingen aan Pascal over. He, of aan Martijn Bartow. En dat is ook leuk voor de jongens. En ik snap wel dat iedereen, of dat mensen ook wel graag willen dat ik weer wat zeg. Maar omdat ik hoofdtrainer ben, niet omdat ik heen, maar omdat ik hoofdtrainer ben. Maar dat is gewoon bewuste keuze, is dat hoor. Dus eigenlijk hou je er gewoon iets beter rekening mee, zo kun je het misschien zien. Ja, maar ik wil graag trainer van Cambuur zijn. Want dat is, ja, ik heb zo'n prachtige baan hier. En hoe we het met z'n allen doen met de club. De toekomst die er is, ja, daar baal ik ervan dat ik natuurlijk die klachten kreeg. En als ik nou door een beetje slim dingen te doen en door iets meer rust te nemen in andere dingen. Niet in voetballen, niet in gezin, maar in andere dingen. Telefoon, et cetera. En ik kan heerlijk leven en ik kan trainen van een prachtige club als Cambuur zijn. Ja, dan ben ik te gek dat ik dat niet doe. Hè? Wie heeft dat nou, man? En ondertussen bouw je aan een heel mooi team in de voorbereiding. En er moet nog wat bij volgens mij, maar daarentegen stroomt er ook heel wat jeugd door, hè? Ja, nee, maar kijk, er zijn wat jongens weggegaan. Neem een Erik Schouten. Erik is in de opbouw, gewoon eerlijk zijn, is een hele belangrijke jongen. Dus die gaat het bij Willem II ook goed doen. En dat gun ik zulke jongens ook. Isa is weg, gun ik het wat hij doet. Zo zijn er nog een paar. Maar dat betekent ook dat we de jongens voor terug moeten krijgen. Nou, daar zijn we mee bezig. Maar die jongens die we hebben, ben ik al heel tevreden over. Alleen je moet net iets extra kwaliteit erbij krijgen, waardoor we allemaal beter worden. Nou, daar hebben we Sylvester van der Water al. Daar hebben we Robin Ruiter al. We hebben Joao, onze Portugese vriend hebben we. En dan moet je ook nog wat, hè, centraal achterin, nog een buitenspeler. Misschien nog een concurrent voor Doka aan die kant. Dat we nog weer wat het algehele niveau verhogen, waardoor we beter worden. Nou, ik ben al heel tevreden wat ik zie. Kijk, de eerste, ik snap dat supporters zeggen, oh, die wedstrijd Telstra, die moet je met 7-1 winnen. Maar dat gaat niet zomaar. Telstra die speelt 5-3-2 en de tweede helft hoger, dus 3-5-2. Tegen dat soort clubs maak je niet heel veel goals. Dat weet je, want er staan 5 verdedigers. Er staan 3 voor en er staan er maar 2 voorop. Dus dat betekent dat je tegen een profclub speelt die heel verdedigend speelt. Nou, dat is geen enkel probleem. Dat krijgen we in de competitie heel vaak. Maar dan moet je niet dikke uitslagen verwachten. Daarentegen, ik heb de wedstrijd, kijk ik terug. Ja, dan moeten we veel meer scoren. En dat zien onze supporters ook wel. Hè, dat we meer goals moeten maken. Nou, als het dan 5-6-1 wordt, dan zeggen we hartstikke goed. En nu zeggen we, nou, ja, het moet beter. Tuurlijk moet het beter. Vind ik zelf ook. We moeten veel scherper in afwerken zijn. Maar ik zag alweer wat opbouwvormen waardoor we vrijkomen, waardoor we in één keer er eigenlijk tussendoor lopen. Ja, en dat zijn dingen, daar kijk ik naar. Daar word ik wel heel vrolijk van. Nou, en dan kom jij over jonge spelers. Floris Smant, centrale verdediger uit de jeugd. Milan Smit. Ja, echt. Potverdikkie heet dat mannetje, is doelgericht. Dat zijn echt grote talenten. En die komen wel even uit onze eigen jeugdopleiding. Ja, daar ben ik super trots op. Super trots. En geef ze de tijd. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze spelen. Dus al met al tevreden, maar nog even geduld hebben op de nieuwe aanwinsten. Nou, we moeten wel. Er moet nu wel wat gebeuren. Dat weten Fouke en Gerald en ikzelf dan ook, dat weten we. En we zijn bezig. Fouke is druk bezig. Gerald is druk bezig. We komen tot iets. Alleen, het moet ook niet zo zijn dat het straks niks is. Dus we moeten op een gegeven moment ook bam. Kijk, en wij krijgen niet spelers die alles hebben. Want dan spelen ze bij Ajax. He, wij krijgen wel spelers, zit altijd wel, die kan wat meer dit, die kan wat meer dat. He, want anders kunnen wij ze niet halen. Dus je moet ook wel in de realiteit blijven kijken naar nieuwe jongens. Alleen wel passend in onze idee van voetbal. He. Dus centraal hoeft hij voor mij niet de allerbeste verdediger te zijn.
hij moet wel goed kunnen verdedigen, maar hij moet ook goed kunnen voetballen. Hè? En Marco Tol staat daarnaast, die met zijn snelheid kan dat weer opheffen. Dan wordt het tweetal wordt sterker. Hè? Of Kelvin, maar Kelvin is nu geblesseerd. Dus zo ben je altijd aan het kijken naar dingen. En nou komt de competitie starten natuurlijk aan. Heb je er zin in? Ja, prachtig. Prachtig, laat maar komen. Maar we hebben één ding, we hebben de hulp nodig van onze supporters. Daar staan wij onbekend, dat we één geheel zijn. En het zal best wel met vallen en opstaan gaan. Maar we hebben vorig jaar gezien, als we de handen ineens slaan, dan zijn we een heel vervelend ploegje voor iedere tegenstander. En is het een keer heel slecht, nou ja, dan horen we het ook, dat weet ik. Maar dat hoort ook bij Leeuwarden, dan moeten we hier niet voetballen en niet hier niet trainer zijn. Maar 99% snappen elkaar precies, samen dat stadion afsluiten. En daar zijn we mee begonnen met de groep, dat we op die middenstip stonden van het nieuwe stadion, wat er nog niet is. En daar heb ik gezegd dat het hartstikke mooi is en dat we daar naartoe werken, maar dat het om één ding gaat, in het oude stadion goed afsluiten. En dat moeten we met z'n allen doen. Dus we hebben gewoon weer laten zien wie we zijn, SC Cambuur.